Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar. En hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Jeffrey, we zitten weer bij een nieuwe aflevering van Enrise AI. En je bent ondertussen echt wel de vaste partners in crime geworden om dit met elkaar te doen. Hè? Er is de afgelopen week weer echt heel veel gebeurd. Met name rondom volgens mij OpenAI. Dus daar wil ik het graag met jou over hebben. Ik zag ook wel wat voorbij komen van Google, de Search Generative Experience, waar ik het mee in wil inzoomen. En tenslotte misschien ook nog even over Zapier, die toch wel lijkt in combinatie met AI in hun integraties, dat zij het leven best wel een stukje makkelijker kunnen maken. Maar laten we beginnen met first things first. We zijn genomineerd. Ja. We hebben een tijdje terug een woningadvertentieteksten tool bedacht voor een makelaar. Ja. En die staan binnenkort op het podium bij de Makelaar Innovation Awards 2023. Ja, ons concept. Dus dat super vet. Ja. Een tijd geleden, weet je nog een beetje wat we gedaan hebben toen? Nou, in principe wat makelaars natuurlijk eigenlijk dagelijks aan het doen zijn, is teksten schrijven. En wij dachten, ja, het is meer dan logisch dat je dat natuurlijk kan gaan automatiseren. Daarnaast zijn er heel verschillende makelaars die allemaal weer net een andere manier van schrijven hebben. Terwijl je binnen je bedrijf vaak toch eenzelfde toon wil houden. Ja. En wij hadden een tool bedacht waarmee je dus heel makkelijk met wat parameters automatisch een tekst kon laten genereren. Ja, en dat specifiek gericht op de woning die te koop komt te staan. Hè? Dus ja, dat je inderdaad woningdata toevoegt. Dus je voegt een tone of voice toe. Je voegt de dingen over de organisatie toe. Waardoor er automatisch een tekst tevoorschijn komt die daarbij past. Ja. En dat vinden de makelaars inderdaad. Ze vinden het schrijven daarvan niet leuk. En het is ook nog tijdrovend. Dus we het vaak uitbesteden. Dus het is echt wel een hele mooie oplossing. Ja, dus het kan sneller, meer in lijn met andere makelaars binnen je bedrijf en goedkoper. Ja. En dan ook nog een simpele feedback loop. Hè? Dus je kunt een duimpje omhoog, duimpje omlaag, die de makelaar zelf kan ingeven. Zodat hij eigenlijk de tekst output kan beoordelen. En die kun je daarna weer terugvoeren, omdat hij daarvan kan leren en steeds betere teksten eigenlijk gaat schrijven. Ja, directe feedback is natuurlijk heel belangrijk. Je wil natuurlijk weten of je teksten goed zijn. Ja. En ook dat werd erin meegenomen. Dus dat is mooi. Ja, dus even met in de agenda zitten, hè? Eind november. Volgens mij de 23e, dat we even kunnen meekijken of zij de prijs gaan winnen. OpenAI Keynote Developers Day. Ja. Volgens mij was jij een van de eerste bij ons die in ieder geval bekeken had. Ik heb inderdaad, volgens mij was het 45 minuten of zoiets duurde die. Ik heb inderdaad gelijk gekeken. Ja, weer top, impressive. Tof tools die eraan komen. En wat ik ook, ze bestaan nu, ChatGPT is ongeveer een jaar oud, denk ik. Ja. Op zich een mooi moment dat ze opnieuw komen. En wat ik ook wel tof vond, het is niet alleen maar een blik in de toekomst, maar gewoon alles wat ze bespraken daar, dat werkte eigenlijk ook de dag daarna of die dag zelf, kon je het gewoon ook echt gaan gebruiken. Het waren bijna allemaal live demo's en heel vet. Tof. En ze hadden allemaal breakout sessies waarbij je weer andere tools kon bekijken en waar ze dieper op ingingen en eigenlijk gewoon live on stage. Ja, je weet de wet van de demo. Als je een demo geeft, gaat het fout. Of gaat er iets fout. Dus er is een hele grote kans dat het fout gaat. En mensen namen wel gewoon dat moment om live onstage demo's te geven van hun nieuwe tools. Zo confident waren ze erin. Maar het is ook nog steeds, je kunt het erover hebben, hè, wat het allemaal kan. Maar als je het ook ziet gebeuren, sommige dingen, dan is het ook wel het meeste nog verbazingwekkende van, wow, kan dit? Dus dat werkt gewoon heel goed, denk ik. Nee, 100%. En je ziet heel erg veel nog dat mensen een beetje huiverig zijn ervoor. Maar het moment dat ze het zelf zien, dan denk ik zo, holy damn, dit is echt groot. Ja, precies. En ja, om mensen inderdaad die klik of die schakelen op te laten. En ik had inderdaad helemaal in het begin dat zij uitkwamen ook echt het mindblowing. En dat is wel een beetje een soort van gestabiliseerd het gevoel. Hè, van het is er en ik gebruik het de hele dag door, dus het wordt normaal. Ja. Maar wat ze het nu toch weer laten zien, dan denk je, dit gaat zo hard en
als je de aankomende jaar gaat. Ik kan niet eens bedenken, maar dat gaat zoveel veranderen volgens mij. Steeds meer nieuwe tools, verbeteringen, uitbreidingen. En je ziet inderdaad wat wij al heel lang verkondigen, het agent. Dus richting, in plaats van één grote AI, allemaal agents. Ja. Ja, dat pad hebben zij nu ook ingeslagen. Dus dat was echt voor mezelf een schouderklopje. Dat liep ik al maanden te roepen. Die voorspelling is uitgekomen. Echt sinds dat en gaat verder uitkomen steeds. Ja, dat was wel gaaf om te zien. Ik heb een paar dingen genoteerd die zij hadden geïntroduceerd. En laten we het hebben over de ChatGPT zelf en het model wat erachter zit. Die actuele kennis is bijgesteld. April 2023. Ja. Dus hij is weer up-to-date. Ze hebben nu ook de belofte gedaan dat ze hem nooit meer zo laten verouderen. Want ze kregen nu te vaak de vraag van wanneer komt de nieuwe dataset? En het is natuurlijk ook helemaal niet handig dat iets wat zo relevant is, zo outdated is. En wat zou up-to-date zijn volgens jou? Waarom is het niet constant up-to-date? Nou, het moet natuurlijk nog steeds wel gemodereerd worden. Dus je moet een bepaalde laag van zekerheid hebben in de data die je erin stopt. Dus ik kan best snappen dat ze het niet per dag erin gaan doen. En je moet iets hebben, je moet ook trainen en dat duurt ook iets tijd en je moet data hebben. Ja, dus ik verwacht inderdaad per kwartaal of zo dat je een update gaat krijgen. Of misschien per half jaar, dat zou ze ook nog te doen zijn. Ik denk per maand zou het te enthousiast zijn. Dus ik denk in een kwartaal of zo. Dat je per kwartaal als het ware weer 2023 Q2, Q3, Q4. Ja, zelfs met 2024 dat je gewoon per kwartaal eigenlijk een update krijgt. Ja. Iets in die trant. En ze hebben allerlei functies geïntegreerd. Hè? Dus bijvoorbeeld DALL-E zit er in webbrowsing. Ik hoef niet iets aparts aan te klikken. Ik kan gewoon letterlijk in dezelfde chat doorgaan met vragen stellen. En een samenvatting genereren van een YouTube transcriptie. Dan daar een afbeelding van maken. En het gaat allemaal heel soepel en snel. Voor hun is het ook een proces. Dus ze zijn continu bezig met het verbeteren daarvan. En eerst gaf je meer de keuze wat je wou doen. Mm-hmm. En nu helpt ze eigenlijk die keuze te maken door die weg te nemen. Ja. Je kunt er specifiek om vragen, maar hij kan het ook zelf al bedenken. In principe, je stelt je vraag en hij kan zelf gaan beredeneren. Oké, wat heb je nodig? Wat is nodig voor je vraag? In plaats van dat je zelf gaat denken, oké, ik heb deze vraag, dit vraagstuk. Wat heb ik daarbij nodig? Die vraag die is niet meer van belang, want je komt er wel nu. Dus dat is wel heel gaaf hoe ze dat gedaan hebben. Ja. En een andere is dat we de context die je kan voeden is veel groter. Dus je kan bijna een heel boek erin stoppen en dan geeft hij een heel boek terug aan antwoorden, wat ook heel fijn werkt. Ja, de context is gewoon, ze hebben de context uitbreid. Hoeveelheid input die je kan leveren, of die je kan erin kan stoppen. Dat is, volgens mij hebben ze dat van keer... Van 100k naar 128k? Ja. Ja, dat is exponentiële groei. Hè? Dat is heel goed. Ja, je hebt regelmatig wel eens dat je een tekst erin plakt. Van oké, geef even een samenvatting. Ik heb geen zin om dit allemaal te lezen. Geef een samenvatting. Ja, sorry, dit is te lang. Ja, dat te lang, dat bestaat niet meer. Tenzij je gelijk een heel boek erin wil plakken. Ja, dus maar ook dat komt er dan aan. Want als het zo snel gaat, dan in de prestaties hoe snel en hoe goed en hoe betrouwbaar die is. Want het is groter natuurlijk. En daarbij ook wel bijzonder, de kosten gaan omlaag. Dus we voegen allemaal nieuwe dingen toe en toch de kosten omlaag. Ja, dat is toch een beetje het efficiëntiegedeelte, denk ik. Daarnaast willen ze zichzelf natuurlijk ook goed neerzetten. Dus tegenover concurrentie willen ze zichzelf natuurlijk goed markten. Mm-hmm. Want ze zijn de grootste, maar dat willen ze ook blijven. Dus hun prijs zijn ze ook continu aan het bijstellen. En ik verwacht ook zeker dat zij steeds meer efficiëntere manieren, technieken hebben om de data te verwerken. Dus dat kost hun ook minder geld. Dus nieuwe functies, lagere prijs. Betere kwaliteit. Betere kwaliteit. Ja. Meer context. Ja, het is echt een hele mooie ontwikkeling. En een ander ding die ze best wel groot gelanceerd hebben, zijn de GPT's. Oftewel de custom GPT's. Dat je je eigen GPT eigenlijk kunt bouwen. Met specifieke documenten die je eraan toe kunt voegen. Specifieke instructies die je kunt geven. Je kunt ook acties er letterlijk aan koppelen met een stukje code. Best wel ook wel heel tof. Ik was zelf even aan het zoeken hoe ik het zou moeten inzetten. Maar intussen heb ik er nu een stuk of 5 denk ik gemaakt. En ik denk wereldwijd giga veel. Dus ook al mensen die met mij hebben gedeeld. Ja, het is natuurlijk... ChatGPT heeft in één keer met Storm de markt wat overgenomen. Zoals zoekmachine als sparpartner. En hoe chill is het dat je nu eigenlijk je sparpartner zelf kan vormen naar het onderwerp dat je nodig hebt. Ja. Natuurlijk wist ChatGPT eigenlijk al een heleboel door heel veel algemene kennis te hebben. Maar nu kun je hem dus op jouw onderwerp echt trainen. Je hebt de Open API standaard. Dat is een standaard over hoe je bepaalde API's moet opbouwen. Mm-hmm. Ik dacht, oké, ik wil daar eigenlijk wel even een buddy voor hebben die daar alles van weet. Ik heb gewoon de specification gedownload, dus de standaard gedownload van het internet aan GPT gegeven.
mijn eigen GPT'tje gebouwd. En die heeft nu gewoon volledige kennis van elke standaard, elk puntje, wat dan ook. Dus als ik een vraag heb, ik stuur hem door en ik krijg in principe gewoon de juiste sheet weer terug. Of hij geeft feedback op mijn sheet. Ja, dus je kunt per onderwerp een eigen GPT inrichten. Hè? En dat kan gaan over iets developers. Ik heb zelf zelfs een Padel trainer gemaakt. En die specifiek getraind op Padel. En die mij dan advies kan geven dat ik straks beter kan padellen. Ja. Maar ook voor de product owner. Dus het schrijven van user stories. Je hebt nu gewoon de kracht om je eigen ChatGPT te bouwen op het onderwerp dat jij specifiek nodig hebt. Ja, en dan selecteer je gewoon de juiste om daarna de vraag te stellen. Dus dat is natuurlijk super gaaf. En daarnaast is het ook super handig dat je het kan delen met anderen. Van ik zit vast met dit onderwerp. Ik heb daar toevallig een GPT voor gemaakt. Hier, probeer deze eens. En dan kun je daar gewoon mee chatten. Ik zie ook al dat het lijkt vooral een consumententooltje. Hè? Ja. Maar ik zie ook wel bedrijven ermee spelen al om het soort van in te zetten. Bijvoorbeeld ik heb iemand gesproken voor lead generatie, wat interessant is. Ja. Maar ze hebben natuurlijk ook nu een API assistant die eigenlijk beschikbaar gekomen is. En die eigenlijk meer voor de bedrijven beschikbaar gekomen is. En hoe werkt dat concept? Nou, in principe is het redelijk gelijk aan elkaar. Hij kan alleen dan geen DALI genereren. Dat moet je dan weer voor een ander endpoint doen. Dus eigenlijk is de GPT alleen een klein beetje losgekoppeld. Mm-hmm. Daardoor heb je wel meer controle over wat je ermee doet. Dus in principe als je dat endpoint aanroept en je begint een gesprek, dan gaat hij zelf aan de achtergrond een chat bijhouden voor die gebruiker, waar je altijd weer op terug kan keren. Dus ze hebben er op de achtergrond wat toeltjes omheen gebouwd. Maar eigenlijk is het heel gelijk aan de GPT's. Alleen kun je die dus extern gebruiken. Dus voor bedrijven kun je inderdaad heel snel nu je eigen chatbotje opzetten. En daarmee spelen. Ja, dus je eigen chatbot betekent, ik gooi er een eigen sausje, een eigen interface, look and feel overheen. Wat niet kan bij de custom GPT's. Want dan zit je letterlijk in de ChatGPT omgeving. En nu kun je dat allemaal naar je eigen omgeving brengen, wat het gewoon een stuk makkelijker maakt. Eigenlijk heb je gewoon externe GPT's. Je zit niet vast aan ChatGPT, maar je kunt in principe gewoon je eigen implementatie bouwen met de assistant. Dus dat is wel gaaf. En daarbij kun je inderdaad ook, volgens mij, wat ik gisteren keek, kon je 20 bestanden uploaden van elk 512 MB van grootte. Dan moet je voorstellen dat je 20 keer 512 MB... bestanden upload, helemaal vol met tekst. Mm-hmm. Ja, hoeveel data je dan wel niet kan uploaden en wat zij dan automatisch embedden. Dus zorgen dat je dat heel makkelijk kan doorzoeken, waar zij van leren. Dat is natuurlijk super gaaf. Zitten daar nog verder beperkingen in? De 20 bestanden, 512 MB. En in principe hebben ze x aantal type bestand extensies. Ja, maar ik bedoel meer in de zin van ik kan hun assistant gebruiken, maar we kunnen dat ook soort van meer zelf doen. Ja. Hè? En wat is daar nou letterlijk het verschil in? Natuurlijk, als je een assistant gebruikt, dan zit je ook aan OpenAI vast. Mm-hmm. Als je het zelf bouwt, dan zou je nog heel makkelijk kunnen wisselen van model. Natuurlijk iets wat heel erg speelt in de digitale wereld, dus je wil niet gevendorlocked raken. Ja. Dus je wil niet vastzitten aan een bepaalde provider van een service, et cetera. Dus als je het zelf bouwt, dan heb je daar de controle over. Ja, het vereist wat meer werk, maar je kunt wel wat meer. Ja. Mocht het ook nodig zijn, dan leg je gewoon een ander kabeltje naar een ander model vast, omdat hij hetzelfde doet. Ja. En hoe zit het dan met het? We hebben vaker dat concept van intelligent agents besproken. Ja. En als ik stel, ik gebruik wel de OpenAI API Assistant en ik wil meerdere agents bouwen, kunnen die dan ook met elkaar? Wat ik tot nu toe heb gezien nog niet. Het endpoint, of de assistants zijn nog wel in beta. Dus ze zijn nog mee bezig. Natuurlijk het algemene agent concept. Dat betekent dat ze ook met elkaar kunnen praten en met elkaar kunnen communiceren. En dat je er misschien een dirigent hebt die het afstemt wie, wanneer, wat moet. Precies. En dat heb je met assistants nog niet. In principe elke assistant is een eigen agent. Ja, check. En mocht je die meerdere naast elkaar willen runnen, dan moet je er echt nog steeds wat omheen bouwen die hen aanstuurt. En dan weer op een bepaalde manier de data beïnvloedt die naar hun toe gaat. Ja, dus wanneer die groter en wat complexer wordt, is het nu nog niet echt de way to go. Mocht je inderdaad meer zelf configureren. Ja. Ja. Ja, mocht je een enkele agent genoeg hebben, dan is assistant prima. Ja. Mocht je willen dat ze gaan samenwerken, verschillende onderwerpen kunnen beredeneren, bespreken, et cetera. Ja, dan moet je echt gaan kijken voor een andere eigen toepassing. En dat is ook iets waar wij natuurlijk actief mee bezig zijn. Eerst wat laatste op het podium. Iets met Whisper en Text-to-Speech. Ja.
Ja, OpenAI heeft nu Whisper V3 aangekondigd. Dus weer een verbetering van de speech-to-text. Maar wat ze ook hebben aangekondigd bij Dev Day is, of tenminste wat ze ook gelijk hebben gereleased, is text-to-speech. Dus weer de andere kant op. Dus ze hebben een x-aantal stemmen, volgens mij een stuk of 6 stemmen, mm-hmm. waar je uit kan kiezen. En die kun je eigenlijk alles laten zeggen met de tekst die jij opstuurt. Dus ik dacht, oh, nou, dat lijkt me op zich wel grappig. Wat nou als ik mijn eigen vertaaltool bij wijze van spreken maak? Dus ik heb in principe een kleine proof of concept gemaakt, mm-hmm. waarbij ik in principe eerst er tegenaan kan praten. Wordt mijn stem opgenomen. Ja. Als ik dan stop met opnemen, dan wordt mijn stem omgezet naar tekst. Dan kan ik daarna een prompt invullen van, hey, vertaal dit nu naar het Duits, het Koreaans, Japans, noem maar op. Of maak hier een klein verhaaltje van. Dan voer ik dat uit. Nou, dan heb ik mijn uiteindelijke tekst. En dan kan ik daar op een knop drukken die het weer omzet naar een stem. En dat klinkt zo. Dit is een van de stemmen van OpenAI en die klinken best wel goed. Dus dat is, ja, heel gaaf. Ja, dus je voert een soort van prompt tussen. Je kunt er ook gewoon tegen praten, wat ik veel ook in mijn auto nu doe. Hè. Dus ik heb over de Bluetooth heen, dan kan ik gewoon, als ik iets bedenk, mee praten. Maar dan zit hier nu een soort van teksttoevoeging nog tussen. Ja, dat ook teksten wel. Ja, je hebt extra controle en daardoor kun je er heel leuk mee spelen. Ja. We hadden toevallig inderdaad, een van onze collega's die kan Koreaans. Dus we hadden Demo Thursday. Dus ik was een live demo aan het geven. Wie hier spreekt een andere taal dan Nederlands of Engels? Koreaans, oh, die heb ik nog niet geprobeerd, maar geprobeerd. En zij was gewoon echt onder de indruk van de kwaliteit van de stem en gewoon hoe die Koreaans sprak. Ja. En natuurlijk, ze zullen nog niet elke taal goed kunnen spreken, maar het feit dat dat wel al mogelijk is, nou, dat is natuurlijk super gaaf. En natuurlijk, dit zijn allemaal tools die eigenlijk al bestaan, maar het is heel gaaf dat je nu zelf kleine projectjes er al mee kan maken. En dat gaat zich natuurlijk steeds meer uitbreiden. Ja. Ik ben heel benieuwd naar Whisper V3 om te kijken hoe de kwaliteit van die speech-to-text gaat verbeteren. Mooie ontwikkelingen. Als je dan naar volgend jaar kijkt, hè, het is heel moeilijk. Ik denk dat er heel snel heel veel dingen gaan. En ik zelf denk ik, er wordt steeds meer geïntegreerd en geautomatiseerd, denk ik, op de ideeën die je hebt. Ja. Maar durf jij iets te voorspellen over hoe Dev Day er volgend jaar bij hun uitziet? Ik denk dat ze nog groter gaan inzetten op de assistants. Ik denk echt dat het agents gebeuren, dat is de toekomst. Dat wordt al jaren gezegd. OpenAI gaat zelf nu ook die kant op. Dus ik denk dat ze daar wel groot op gaan inzetten. Misschien GPT-5, maar ik denk niet dat ze daar misschien nog een heel jaar op willen wachten. Al hebben ze nu natuurlijk GPT-4 Turbo. Dus kunnen ze daar nog even mee spelen. Ook al gewoon aanzienlijk verbeterd, ja. Ja, dus ze hebben nog zoveel futures toe te voegen, dat denk ik ook heel veel aandacht naartoe gaat. Ja, ik denk dat ze voornamelijk meer ze hebben nu de basis staan. Dus ze hebben nu in principe een hele sterke tool staan waarmee je kan chatten, kan praten, noem maar op. Ja. Dat ze nu als het ware tools eromheen gaan bouwen. Dus je gaat krijgen inderdaad, want je kunt nu bestanden uploaden. Ja, die gaan waarschijnlijk ook, die gaan ook een database van hun in. Dus je bij wijze van spreken een database van hun kan afnemen. Of ik denk dat ze een beetje die kant op gaan. Dus een beetje de omliggende tools die toevoegen aan het. Dat het gewoon meer echt één geïntegreerd systeem wordt waar je gewoon superveel dingen kunt. Ik denk dat wel dat ze die kant op gaan. Alright, en dan hebben we natuurlijk een grote tegenhanger, hè? Google nog. Ik verbaasde me daarover, maar ik Google ook af en toe nog, om af en toe producten of andere zaken te vinden. Ik gebruik echt heel veel ChatGPT vaak nu in plaats van Google. Ja. Maar ze kwamen met een pop-up letterlijk van, hey, met een soort van een vraag, wat doe jij hier en wat ben je naar op zoek? Ja. Dat heb ik nog nooit echt bij Google gezien, dat ze dat zo op die manier mij vroegen. Want volgens mij hebben zij normaal altijd heel veel kennis, maar dat laat volgens mij ook wel zien dat zij echt wel aan het zoeken zijn. Ja, Google was natuurlijk altijd de grootste. Maar the way to go. Maar dat is niet zo meer vanzelfsprekend. Je merkt gewoon dat ze hebben uiteindelijk een code red afgeroepen. Van jongens, oké, ons hele bedrijf staat op het spel. We moeten nu wat gaan doen. En daar zijn ze mee bezig. Dus zij zijn nu ook duidelijk feedback aan het verzamelen. Oké, hoe kunnen wij de klant als het ware weer naar ons toe trekken, bij ons betrekken. Ik kreeg daar ook nog een update over inderdaad. Maar zij hebben In hun search labs noemen ze dat. Volgens mij alleen op beschikbaar voor Amerikanen hebben ze Search Generative Experience. Mm-hmm. Of trouwens niet alleen Amerikanen, 120 landen volgens mij die de toegang toe hebben, maar de Europeanen nog niet. Beetje jammer, maar dat ziet er op zich ook wel interessant uit. Dus dat je AI-powered overview hebt van je zoekresultaten. Hè? Dus dat je een soort van al een antwoord krijgt. Maar dat je ook op een andere manier nu follow-up questions hebt. Dus je hebt dan zeggen een vraag en dan zeggen zij als voorbeeld vragen, maar dan kun je ook zelf nog dingen aan toevoegen. Ja, precies. Ja, je krijgt natuurlijk steeds, mensen zijn gewend om een conversational manier te gaan zoeken nu. Dus ik denk dat zij ook een beetje die kant op gaan, dat je in principe gewoon, in plaats dat je een vraag stelt,
gesprek voert om jouw vraag te verduidelijken. Ja. En dan het antwoord krijgt. Ik denk dat ze een beetje die kant ook op gaan. Wat eigenlijk ook heel logisch is. Want heel veel mensen die weten echt niet hoe ze moeten googlen. Googlen is op zich, googlen, gewoon zoeken op zich, is best wel een skill. Je moet weten wat je moet zoeken. En je moet weten welke termen je moet gebruiken. En waar je naartoe moet zoeken. En als dan, als je door een middel van een klein gesprekje eigenlijk een beter zoekresultaat kan krijgen. Ja, ik vind, denk dat ze dat wel heel snel aanpakken. Ja, het zou fijn zijn als zij ook iets sneller gewoon Europa inkomen met... Ja, Google, ze houden zich nog stil. Maar ik denk dat ze op de achtergrond wel reterhard bezig zijn. Dus ik ben benieuwd waar ze in één keer mee aankomen zetten. Het zou me niet verbazen als ze in één keer zeggen, jongens, wij hebben de tool. Dat kan ook wel hun middel zijn als je het hebt over ethiek, privacy en veiligheid. Ja. Hè? Ook, dat zal ook het aankomend jaar denk ik wel wat rechtszaken en zo voor komen. Die er al liggen, maar echte uitspraken moeten nog komen. Volgens mij de grote. Klopt. Dus daar zullen zij ook wel goed mee omgaan. En misschien zetten we ook wel een wapen straks richting OpenAI. Ik ben heel benieuwd. En dat vond ik ook wel interessant. Maar Zapier, ik noemde net al even, dat heeft al heel veel integraties. En zeker volgens mij in combinatie met AI maakt dat het leven volgens mij op heel veel vlakken straks een stuk makkelijker. Ja. Het vragen aan ChatGPT om afspraken in te plannen, het samen te vatten of in spreadsheets, et cetera, dingen uit te werken. Ja. Volgens mij is dat ook wel echt een interessante partij. En die noemden ze volgens mij ook in DevDay. Dus het is bij hun ook echt een partij waar ze samen mee ontwikkelen, denk ik. Klopt, ja. En Zapier is natuurlijk gewoon echt een grote jongen. Überhaupt al in de markt al heel lang. En wat zij heel slim doen is, zijn zij in principe gewoon een API-bedrijf. Wat je kan aanroepen. Dan wel met evenementen, dan wel met specifieke calls. Waardoor de acties worden uitgevoerd. Ja. Waardoor je heel snel iets in elkaar kan zetten. Want ja, leuk als jij een mailtje wil versturen. Maar of je bent een dag bezig om dat zelf te programmeren, bij wijze van spreken. Of je logt even in, maakt een accountje aan en je hebt binnen een paar seconden, een paar minuten heb je een endpoint wat het voor jou doet. En wat natuurlijk GPT's en nu qua implementatie hebben, is dat ze functions kunnen callen. En daarbij kunnen ze dus dat soort endpoints aanroepen. Dus jij kunt dan een gesprek hebben waarin je zegt, oké, ik wil dat je nu een mailtje opstelt naar die en die persoon. En dan kan die dat mailtje ook versturen. Terwijl eerst kon die acties niet. Ja. En Zapier speelt daar gewoon heel slim op in. Je kunt hem ook wel instellen, hè, in custom GPT's. Maar goed, dat is zoals ik al zei, is meer een consumententooi. Maar dat is toch wel een beetje een developers-achterhoekje waar je echt code moet invoeren. Ja, precies. Ik vraag me af of zij nog daar al in de toekomst... Het zou me ook niet verbazen als ze een eigen soort platform gaan aanbieden voor het API-gebruik. Dat zij als het ware de connectie leggen met Zapier of met wie ze gaan samenwerken. En dat jij alleen zegt, ik wil dat hij dit doet. En dat hij dan automatisch die functies opbouwt. Daar gaat het wel naartoe. En zonder dat ik een CPU-account misschien moet instellen of andere dingen. Het moet gewoon werken. Ik wil gewoon dat hij de mail stuurt en meer hoeft het niet. All right. We zijn volgens mij weer bij het einde van deze aflevering, Jeffrey. Ja. Ik wil jou bedanken. En Peter uiteraard ook. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Enrise AI. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar enrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@enrise.com.